Ja, het gaat goed. Het is druk, maar het gaat heel goed. Toch wel een paar aardige mensen gemaakt. Ja, het gaat over gebak. Wij gaan onze jubileumvoorstelling in de boerderij doen, als het goed is. Dus dat is een hele leuke match. We bestaan 5 jaar, dus dat moeten we gaan vieren. En dat doen we graag in de boerderij. Nou, ik heb al verschillende matches gemaakt. Ja, superleuk. We halen vooral veel op door voor en na het etentje met zoveel mensen in contact te komen, zoveel contacten te leggen. Ik vind het heel succesvol. Wij zijn altijd op zoek naar ondernemers voor ons International Business College. Wij gaan de leerlingen in 4 dagen het reguliere HAVO-programma doen. En het 5e dag gaan ze ondernemen, eigen bedrijfje starten. En wij zoeken allerlei manieren om hun horizon te verbreden. Ze gaan met oudere mensen, gaan ze in de marken, gaan ze praten over liefde. Mensen van een jaar of 80, nou ja, ik weet wel zeggen, ja, wat wil je nog meer? En dan lever ik 2 taarten voor. Nou, wij willen zorgen dat die tram weer gaat rijden. En dan willen we deze betrekken in de theaterroute en ook in de atelierroute. En wij gaan dan optreden in de tram. Na het eten is de tempo echt omhoog gegaan. We zitten nu op 60 matches. Dus dat gaat heel erg lekker en leuke matches. Kijk, dit is het mooie van een dorp als Huizen. Dat je gewoon hebt heel veel vrijwilligers en ook bedrijven die bereid zijn wat te doen. En ook non-profit organisaties die ook bereid zijn om wat terug te doen. Gezellig, ja. Ik ken een aantal mensen natuurlijk, want ik loop zelf stage bij Sportief Huizen. En mijn buurman is hier en noem maar op. Dus ik ken heel veel mensen, dus dat maakt het alleen maar leuker. Ik heb meerdere matches gemaakt, ja. Eentje met de Huizenmaat. Wij gaan daar een stageplek aanbieden. En net via Nicole Boutsen gaan wij ook voor een andere dame, voor theater, gaan wij ook faciliteren dat hun daar een activiteit kunnen ontplooien. Hey, we hebben een match. Ik ga adviseren op PR-gebied. Hoe ze beter zichtbaarheid kunnen geven aan hun club. Ja. En ik heb net een hele leuke match binnen. En die is nog niet gedeeld met iedereen, maar dat komt neer dat voor Visio samen met Websteen. En Websteen biedt aan 2,5 dagen varen op een Huizen Botter. En Visio gaat uitleggen wat een ervaringsworkshop is, hoe je omgaat met internet als je blind bent. Volgens mij heeft iedereen aan mijn tafel een match, dus hier staat een hele gelukkige tafel. Leider heet dat, geloof ik. Mensen gaan in gesprek met elkaar. Sommigen kennen elkaar nog niet, anderen wel. Maar er is wel behoefte aan en dat zie je hier echt terug. Het mooie is dat we van tevoren met de Denktank erover hebben gehad. Wat gaan we hier doen? Wat willen we neerzetten voor sfeertje? We hebben het gehad over een thema, parade. We willen meer parade dan dat het suf zitten en alleen maar met elkaar kletsen is. En ik denk dat het programma van vanavond met sprekers, met zangers, zo gevarieerd is dat mensen al meteen in een totaal andere sfeer komen. En dat in die ongedwongen sfeer dus ook veel mooiere en betere matches plaatsvinden. Volgens mij zo'n aardige man. Ja, zeker. Ja, is goed te pruimen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Had ik als een match moeten verkopen, dat mensen even een avondje naast mij mogen zitten. Ja.